Kom op jongens, laat ons wat zien van jullie. Yo kijkers van Marcel zijn, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Minecraft Survival! Allereerst, voordat ik ga zeggen wat we de vorige aflevering hebben gedaan. Ik weet het jongens. Minecraft 1.8 is uit, is al een poosje uit. En de afgelopen aflevering heb ik het er niet over gehad, omdat ik die van tevoren had opgenomen. Het is nu vandaag, wanneer ik dit opneem, dinsdag 2 september, dus wanneer ik thuis ben gekomen, ben ik erachter gekomen dat Minecraft 1.8 uit is. Ik ga nog niet in 1.8 spelen. Waarom niet? Omdat ik anders ontzettend hard lag. Ik heb dik FPS drops. Dus ik heb dan Optifine nodig voordat ik in Minecraft 1.8 kan spelen. Of in ieder geval opnemen. Het spelen zelf gaat wel, alleen het opnemen gaat niet. Wanneer ik in één keer ga lopen, dan zakt alles naar 5 FPS. Dat is ontzettend weinig. Dus, daarom speel ik niet in Minecraft 1.8 en dat zal eerst ook wel even zo blijven totdat Optifine uit is. Tot die tijd blijven wij dus gewoon in Minecraft 1.7.9 spelen. Wat ik op zich ook geen probleem vind. En al mijn kisten zijn leeg. Wat? Nee! Nee! Shit! Ah! Ga je menen? Waarom zijn mijn kisten leeg? Nee, echt? Serieus? Al mijn kisten, allemaal weg. Ah, kom op. Dit is niet cool. Dit is echt niet cool. Hoe zit het met de item frames? Item frames zijn ook allemaal leeg. Tuurlijk joh. Wauw. Goed gedaan, Minecraft. Oh, wat een rotspel is dit, zeg. Jeetje, man. Jullie zagen, ik had even in 1.8 gezeten. Heel even in Minecraft 1.8. En in één keer alles weg. Alle kisten leeg. Nee, serieus. Echt serieus. Oh, man. Ik heb echt heel eventjes in Minecraft 1.8 gespeeld om te kijken hoe het, hoe het zou gaan. Dat was in deze wereld. En alles is weg nu. Ah. Wat een rotspel is dit, serieus. Ah. Ik ga nu ook gewoon niet opstaan. Ja, dat maakt ook niks uit, hij heeft het al gedaan. Shit. Nou. Ik ga niet overnieuw beginnen. Alhoewel, dat is op zich ook wel weer de uitdaging. Laten we dat gaan doen. Ik ga gewoon, ik ga positief tegenaan. Ik ga gewoon lekker helemaal overnieuw beginnen. Al die rails, die kunnen maar gestolen worden nu. Ik ga gewoon heel snel even hier wat hout hakken. En dan ga ik gewoon overnieuw beginnen. Ik heb al een heleboel dingen, heb ik al. Ik ga gewoon proberen zo snel mogelijk weer aan diamonds te komen. En aan iron en dat soort dingen en zo. Maar ik vind dit echt zo vervelend. Dit is echt niet cool. Ik heb ook alweer een nether. Dat wel, gelukkig. Ja, een nether portal die hoor je nu. Die staat ernaast. Dus dat is wel tof op zich. Maar ja. Maar goed, dan kan ik in ieder geval een beetje mijn verhaal kwijt. Want echt, ik zit nu in HV4. Voor de mensen die het nog niet wisten. Jullie wisten het vast wel. Ik zit nu in HV4. En ik heb op zich... Ja, het is nu nog te doen, zeg maar. Nu in combinatie met YouTube kan het nu nog. Maar ik ben bang dat het de komende tijd... over een poosje wordt het wel, gaat het heel erg lastig worden. Ben ik bang. Maar dat kan aan mij liggen. Ik weet niet hoe dat zit. Maar ja, daar komen we vanzelf wel achter. Maar ik heb het profiel natuur en techniek gekozen met als keuzevak MNO erbij. Ik weet niet of mensen weten wat MNO is. MNO is management en organisatie. En ik heb het profiel natuur en techniek. En dat is bij ons zit daar ook nog biologie
bij. Dus je hebt scheikunde, bio en wiskunde B, natuurkunde. En nou ja, dat eigenlijk allemaal. Dus je hebt eigenlijk gewoon een heleboel gewoon technische vakken, zeg maar. En ik heb dat met een reden gekozen, want ja, ik vond het gewoon... Ja, ik vind dat soort dingen vind ik gewoon leuk. Dus ja, daarom. Ik ga ondertussen even wat drinken, hoor. Zo. Even wat energy tussendoor. Moet ook kunnen. Maar dat vond ik dus een... Dat leek mij een heel erg leuk profiel. En dat vind ik nog steeds. Ik vind het nog steeds een hartstikke leuk profiel. Dus ik ben er wel... ik ben er tevreden over. Maar ja, alleen ons natuurkundeboek is niet heel erg duidelijk. Want wat zegt ons natuurkundeboek? Ik kreeg echt... In ons natuurkundeboek kreeg ik laatst een vraag. En dat zijn echt van die vragen... Wat je ook had neer kunnen zetten... Ik geef nu een voorbeeldvraag. Dat was natuurlijk een stuk minder erg. Deze is al heel erg overdreven. Maar de voorbeeldvraag van mij is... Henk is in 1980 geboren. Bereken met de hulp van Lavoisier wat de valversnelling is van de toren van Pisa. Ja, echt serieus. Dat was dan de informatie die je kreeg. En dat soort dingen. Dan denk ik echt van, wat? Hoe moet je dat doen? Hoe kan dat? Even kijken, waar moet ik naartoe? Ik probeer wat uit te sprokkelen. En er was ergens een plekje waar ik dat heel goed kon doen. Volgens mij is dat hier ergens. Volgens mij moest ik dit ooit nog eens een keer helemaal leeg halen qua oors en zo. Oh nee, deze niet. Maar het was hier wel in de buurt, dat weet ik zeker. Ik speel nu nog even op Peaceful, want ik ben nu echt ben ik gewoon bang. Zeg maar, ik heb niks. Ik heb niks meer. Nou, ik kom hier bij een mineshaft uit. Dus dat is op zich wel handig. Kan ik daar even wat iron weghalen. Dan heb ik in ieder geval weer wat iron. Want ik weet dat hier nog wat iron zit. En ik moet hier ook wat kool weghalen. Maar ik vind het echt zo ontzettend sneu van Minecraft. Waarom moet het nou weer zo dan? Toch, ik speel... Ja, ik speel Peaceful. Mooi zo. Ik hoef nergens bang voor te zijn. Hoppakee, iron hier. Iron hier, iron daar. Overal iron. Nee, niet overal, maar zo ongeveer overal. Nee, maar zo, ook niet. Oké. Hier naartoe. Ja, ik vind het nog steeds niet leuk. Maar ja, ik kan er niks aan doen, jongens. Ik moet er gewoon over ophouden. Ik weet dat Lars van Vaco Games, die had het hier ook, die had het ook eens een keertje gehad. Dus troost me wel weer een beetje dat ik niet de enige ben. Dat scheelt wel weer. Maar ja, dan nog, het blijft vervelend. Ik bedoel, ik had zoveel. Ik had zo ontzettend veel. Ah, dan krijg ik dit in één keer. Ja, dat is echt niet cool. Maar ja, we zitten nog niet op aflevering... Ja, dit vind ik heel erg snel. Ja, we zitten al wel op aflevering 100. Shit, ik vind het echt heel erg snel. Aflevering 108. Ja, wat heb je allemaal? Ja, een paar stenen tools. Hoe sneu is dat dan? Echt serieus. Ik vind het echt zo ontzettend sneu. Ik voel me echt vet zielig nu. Ik heb niks. Hier zit nog wat iron. Gewoon meenemen. Want ik wil eigenlijk zo snel mogelijk weer full iron armor en full iron tools hebben. Dat is echt iets waar ik heel erg op hoop. En dat gaat vast wel lukken. Ik weet alleen niet hoe lang het mij gaat duren. Oeh, hier ben ik nog nooit geweest. Hier is nog niemand ooit geweest. Jullie zien dit niet natuurlijk. Tenzij ik in de tussentijd uitzoek hoe ik een night vision moet doen. Maar waarschijnlijk kom ik daar toch niet achter. Ik heb zo'n idee dat hier lapis zit. Cool. Lapis. Kan ik lapis meenemen? Ja. Ja, mooi. Kom maar mee. Jij ook? Oké, mooi. Ja, ik wil wel torches maken, alleen ik heb zo weinig kool. Maar ik... Weet je, ik maak gewoon even torches. Hoppakee. Even... nee, niet al het hout. Zo, dit... in sticks. En even wat torches maken. Zo, hoppakee. Dan heb ik in ieder geval even wat torches. Dan ik hier... Diamonds! Maar ja, daar heb ik nu niks aan. Dan moet ik eerst even iron maken. Hier ben ik al geweest. Er staat in ieder geval een crafting table. Dat is wel relaxed. Ik heb, als ik nog één cobblestone erbij hak, even kijken waar ik dat goed... Ja, hier kan wel. Zo. Dan kan ik namelijk even een furnace maken. Zo. Een furnace.
En ik zag hier beneden zat kool. Gewoon meenemen. Altijd handig. Zo, kijk eens aan. Nou, dan zijn we toch wel weer... Dan hebben we zo meteen alweer diamonds. Ah, dat is altijd handig. Gewoon altijd goed. Zo. Ik denk dat we hier eerst wel even mee vooruit komen. Nou, dan kan ik even een... Kan ik namelijk even wat iron smelten. En dan kan ik even wat kool hakken. Of diamonds hakken. Zo. Dat kan koude energy toch lekker zijn, hè jongens? Ik weet niet of jullie het met me eens zijn, maar ik ben het wel met mij eens. Dat is wel vaker zo, dat mensen het met zichzelf eens zijn. Dat is altijd super handig. Dus. Nou, kom op. Schiet op iron. Ik voel me toch wel weer een beetje zo'n noob die het aan het begin moet doen met... alles en nog wat. Beetje zoals Jan van Altijd Wat Gamer nu ook zit. Die zit ook zo van, ja, die is zijn spullen kwijtgeraakt. Ik weet niet in hoever die inmiddels is, maar hij is zijn spullen kwijtgeraakt in ieder geval. Hoppakee, 4 diamonds erbij. Nice. Kan ik direct een diamond pickaxe maken? Ik ga dat niet doen. Ik ga die diamonds even bewaren. Ik ga wel al deze iron meenemen. Ik wil er wel een beetje voorzichtig mee omgaan. Ik weet niet of het trouwens nu slim is om dit nu te doen. Aangezien ik binnenkort toch wel weer naar 1.8 over moet stappen. Is het dan wel slim om nu al die dingen te gaan hakken? Of juist niet? Nou, ik doe het gewoon en dan komt het vanzelf alweer. Want uiteindelijk zou ik toch wel over moeten stappen naar 1.8. Ik heb er geen keuze in. Ja, nou ja. Maar ik denk tegen de tijd dat Optifine uit is, dan is inmiddels ook alweer Minecraft 1.8.1 of zo uit. En dit is echt nog de pre-phase, zeg maar. Nog het begin van alles is nu uitgekomen. Het kan best zijn dat in één keer donderdag. Ja, voor jullie is het dan donderdag geweest. Maar dat het dan in één keer alweer 1.8.1 uit is. Dat kan best. Het kan soms hartstikke snel gaan. Ik heb het wel eens meegemaakt, hè. Maar ja. In ieder geval leuke dingen in de tunnels. In de tunnels van Minecraft. Heel lekker gezellig. En zo. Alleen hier zit... Ah ja, er zit wel wat. Kom hier. Kom maar bij papa. Zo. Nou. We hebben in ieder geval nog steeds 15 XP levels. We hebben al onze koeien en schapen nog. Dat is altijd handig. Wel handig als je die dingen nog wel hebt. En hier zit nog wat iron. Gewoon meenemen. Zo. Dan kan ik in ieder geval zeggen dat ik eten heb. Want ik heb ook nog een hele farm die gevuld staat. Dat is altijd handig. Zo. Dus. En in 1.8 krijgen gaan schapen gaan ook vlees droppen. Dat is altijd wel handig. Schapen dat ook doen. Echt, wat veel iron zit hier, joh. Echt niet normaal hoeveel iron hier zit af en toe, zeg. Jeetje, man. Vet handig. Hoppakee. Zo. Nou, het gaat goed zo. Ik weet niet hoeveel iron ik inmiddels heb, maar ik denk echt vet veel. Hoeveel iron heb ik? 37 al. Dat gaat echt lekker. Dan ben ik serieus. Het gaat echt zo goed, dit. Er zat nog meer iron, dat weet ik zeker. Ik dacht dat ik net nog veel meer zag. Ja, hier zit ook nog wat. Hoppakee, gewoon meenemen. Er was er maar één. Gewoon alles wat je ziet meenemen. Zit hier nog wat? Het is wel heel erg donker. Creepy. Kom op jongens, laat eens wat zien van jullie. Als het wel lapis, dat is ook handig om mee te nemen. En dan ben ik dan natuurlijk al die lapis ben ik ook kwijt. Ik had er zoveel! Ik had zoveel dingen! Stomme Minecraft. Ik ga een boze brief naar Mojang sturen. Zo van meh. Ik wil een spullen terug. Maar dat krijg ik toch niet, want het wordt niet online opgeslagen ergens of zo. Ik moet eigenlijk altijd gewoon een backup maken. Dus ik ga nu ook, na deze aflevering, maak gewoon een backup van, hey, dit en dit had ik allemaal.
En dan kan ik dat, wanneer een nieuwe Minecraft-versie uitkomt, kan ik dat gewoon laden. Moet ik eigenlijk gewoon altijd doen. Oh, wacht. Hier had ik ook nog wat dingen staan. Kijken. Hier zit nog een heleboel iron. Hartstikke mooi. Zo. Nou, dan gaan we toch wel weer lekker nu. En dan ben ik ook weer vrolijk. Ik was al vrolijk. Maar dan ben ik nog vrolijker. Ja, ik moet wel zeggen, ik zat wel even in een dipje zo van, ah, nu dan! Nou, die is naar beneden gevallen. Jammer joh, dat maar niet. Ik heb er geen zin in. Dus, ik denk dat we zo meteen maar weer eens even naar boven toe gaan. Om al onze spullen veilig in de kisten te droppen. Tenminste, waarvan ik dacht dat ze altijd veilig waren. Ik weet nu, inmiddels weet ik wel beter. Even kijken, er zit hier resten. Maar dat ga ik nu allemaal niet meenemen hoor. Al die resten, dat kan me nu gestolen worden. Redstone is nu niet het belangrijkste waar ik aan denk. Even kijken. Even aan mijn neus. Ook altijd handig, joh. Even kijken hier naar boven. Hier zit volgens mij ook nog wel wat. Komt er op dit. Gold. Heb ik nu even niks aan. Ga ik nu ook niet meenemen. Dat is... Ja, ik ga nu puur even voor de prioriteit. Prioriteiten dingen. Hier zit niks. Toch? Nee, oké. Hartstikke handig. Ik denk dat we dit ding zo onderhand allemaal wel leeg hebben gehaald. Alhoewel. Ja, die hebben we al leeg gehaald. Hier zijn we ook al geweest, zo te zien. Denk ik. Ai. Ja, hier zijn we al geweest. Toch? Ga ik nu helemaal rare dingen zeggen. Maar is dit in ieder geval nog iron? Het kan niet vandaag zijn dat we hier geweest zijn. Overal waar ik vandaag geweest ben, heb ik al iron meegenomen. Hey! Dan ga ik naar boven. Altijd handig. Even kijken. Ik heb echt heel erg weinig cobblestone. Maar ja. Oké. Okay. Even kijken. Welke kant gaan we op? Die hadden we al, toch? Ja? Dus die? Nou, dan gaan we gewoon deze kant op. Kijken wat hier te beleven valt. Vrij weinig, ben ik bang. Maar ja. Oh, hier zijn we ook al geweest. Dat is hier. Oké, dat is cool, man. Nou, als ik... Ik wilde deze kant op. Dat was niet helemaal de bedoeling. Die kool neem ik ook nog wel eens een keertje mee. Nou, geen zin. Even niet in ieder geval. Dan deze kant op. Oh, dan komen we hier weer uit. Hier zijn we al geweest. Oeh, Iron. Gewoon alles meenemen. Gewoon altijd meenemen. Het kan altijd handig zijn. Zeker in dit geval nu. Nu is alles wat ik krijg gewoon handig. En zo. Oké. Is hier nog wat? Vast niet. Hier ben ik al wel geweest vandaag. Heb ik het idee. Ik weet het bijna zeker. Ik kan het bijna ruiken. Ja, hier zijn we al geweest. Nou. Wat gaan we doen? Ik denk... dat wij nu... deze aarde even weg gaan halen nog. En deze. Komt heel mooi uit. En dan gaan we even op zoek naar onze furnace. En die stond waar? Ik heb zoveel furnace hier dan neergezet. Kijk waar die ongeveer stond. Volgens mij was die hier ergens. Kom op, waar staat die? Daar staat in ieder geval een furnace. Die van vandaag? Ja, dat is die van vandaag. Mooi, dan nemen we dat mee. En dan neem ik ook direct die furnace gewoon mee. Dan gaan wij nu proberen naar boven te komen. Wat ook nog een hele klus gaat worden. Ik heb een heleboel dingen gevonden, behalve mijn spinnenspanner. Dus, even kijken. Waar gaan we dan naartoe? Ja zeg, waar gaan we dan naartoe, hè?
Kijkie. Hier naartoe? Ah, dan vinden we het wel weer. Laat ik eens hier langs gaan. Ik heb geen idee wat hier is. Ben ik hier al geweest? That's the question. Ja, oké, hier ben ik al geweest. Groeit hier in ieder geval een bloemetje. Ik ga gewoon hier even langs, jongens. Even kijken wat hier allemaal is. Mooie ravine. Kijken. Heb ik dit allemaal eens een keertje gehad? Nee, hè? Denk het niet. Nou, toch nog weer iets nieuws ontdekt vandaag. Niet dat we veel aan hadden, maar goed. Nee, niet je diamonds gebruiken, Marcel. Nog niet. Daar is nog te vroeg voor. Oh shit. Zo. Hier even langs. En dan hier zo naartoe. Zo. En mijn mobiel maakt een heleboel geluidjes. Hier ben ik al eens een keertje geweest. Ja hoor. Hier ben ik al wel geweest. Alleen heb ik er toen niks mee gedaan. Dat was ook nog een mogelijkheid, hè? Oké, even kijken. Hier zijn we toe en dan hier zo langs. Dan vind ik hier vast wel eventjes een weggetje naar buiten toe. Of niet. Oh jawel. Want schoen is het hier achter deze... Oh shit! Ik heb de rest ook kapot gemaakt. Redstone, alsjeblieft. Ah, ik ben wel blij dat dit in ieder geval nog staat. Hier ben ik wel echt blij om, dat dit er nog is. Daar was ik echt even bang voor, dat dat weg was. Maar gelukkig niet, dat is hartstikke mooi. Dus, oké, we kunnen nu weer de weg naar boven toe vinden. Ik ga wel dit nog eventjes weer dichtmaken. Hier zo. Hoppakee. Zo. Dat is in ieder geval dicht. We hebben in ieder geval weer bijna een stack aan... Sterker nog, we hebben in totaal een stack aan iron er weer bij. Dat is echt relaxed nu. Gewoon één dagje even in een mineshaft en dan hebben we alweer een stack aan iron erbij. Super relaxed. Ah, wat kan energy toch lekker zijn, hè? Ik vind het echt zo lekker. Maar ja, je moet er niet te veel van drinken. Dat is ook weer niet goed. Dus, ja, we gaan nu op weg naar huis en dan gooi ik alles gewoon in de furnace. Oh, ik heb echt bar weinig kool. Ik ben bang dat het niet gaat lukken. Nou ja, daar komen we vanzelf achter dan. Dus, oké. Mijn blikje energy is inmiddels op. Dat is wat minder. Maar goed, maakt niet uit. Denk ik. Dus. Hier zit natuurlijk ook niks meer in. Nee, tuurlijk. Nou ja. Jammer dan. Maar als ik het nou goed wil doen. Ja, dan begin ik gewoon direct hier in deze opslagruimte. Dat is wel even handig om te doen dan. Gewoon direct in die opslagruimte beginnen. Want dan kan ik alles direct in één keer goed sorteren eigenlijk. Maar ja, dan moet ik eens een keertje offscreen doen. Even kijken hoe ik dat allemaal ga doen. Daarvoor moet ik de items ook wel weer hebben. Nou, ik moet even een lijstje maken hoe ik het ga indelen. Want dat is wel even belangrijk. Maar goed. En mensen, bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Druk even op dat duimpje omhoog. En druk ook op het knopje abonneren. En dan zie ik jullie de volgende aflevering wel weer. En dan hoop ik dat ik... Ja, dan gaan we daar gewoon verder. Want we gaan gewoon verder. Hoe dan ook, we gaan verder. Dus, bedankt voor het kijken. Druk op dat duimpje omhoog. En tot de volgende keer. Doei!